In de tweede klasse is er een belangrijke periode aangebroken voor Antwerp. Antwerp wil en moet eindronde halen en het moet daarvoor nog voorbij Waasland-Bever en Oostende in het klassement. Waasland-Bever, dat is de tegenstander van volgende week. En vanmiddag moest Antwerp naar Oostende, een rechtstreeks duel dus in de strijd voor de derde plaats. Konden de nieuwkomers Georgic en Mombongo de Great Old net als vorige week naar een hoger niveau tillen? Het is Antwerp dat na 12 minuten voor het eerste gevaar zorgt. De lange bal van Wanfor bereikt Kofi. Doelman en paal houden de Engelsman van de 0-1. Kort daarna opschudding in de 16 van Antwerp wanneer De Fourny zich miskijkt en de bal moet lossen. Een kleine schermutseling. Oostende wil een strafschop, maar de bal gaat niet op de stip. In een evenwichtige wedstrijd zijn de beste kansen voor de bezoekers. Lambeau brengt zichzelf in schietpositie. Zijn schot gaat over. 6 minuten voor rust dan en een vrije trap voor Oostende. Vianen en Louisin gaan samen naar de bal. Het is Louisin die hem raakt en de 1-0 naast De Fourny schuift. 1-0 is ook de ruststand. Dufour en Ionescu blijven na de pauze aan de kant. Peersman en Prins moeten voor meer dreiging zorgen van op de flanken. Maar meer dan deze plaatsbal van Lambeau levert dat niet op. Op het uur komt De Fourny slecht uit. Oostende wil profiteren, maar de lop van Gert-Jan Martens gaat over. We zijn dan al in minuut 74 opnieuw gevaar van Oostende. Dissa tikt naast. Even later toch nog eens Antwerp. De vrije trap van Mombongo gaat over. Mombongo is tegen een sterke Oostendse defensie minder aanwezig dan vorig weekend. Kort voor afluiten moet De Fourny opnieuw uit zijn doel komen. Van Damme legt breed in plaats van te trappen. Dissa brengt de bal opnieuw tot bij Van Damme, maar die kopt naast. Het is meteen het laatste wapenfeit van de wedstrijd. Oostende-Antwerp eindigt op 1-0. En vooral dus op basis van die tweede helft een verdiende nederlaag voor Antwerp dat een slechte zaak doet in het klassement. United won bij Woluwe en springt over Antwerp naar plaats 5. Maar het gaat vooral om die kloof met plaats 3. De plaats die recht zal geven op een plaats in de eindronde, die is nu al 8 punten. Dat wordt dus bijzonder moeilijk. Het kan ook nog zijn dat de vierde naar de eindronde gaat. In elk geval, Antwerp moet nu alles zetten op de derde periode. Want ook als het die wint, speelt het de eindronde. En volgende week komt Waasland-Beveren naar de Bosuil. Ja, Antwerp dat vorige week een boost van vertrouwen had gekregen na de overwinning tegen Roeselare en nadat de nieuwkomers voltreffers bleken te zijn, dat Antwerp krijgt dus vanmiddag wel wat klappen. Hier zijn de reacties, te beginnen met die van de trainer Bart Willemsen. Ik denk als wij na 10 minuten zelf op voorsprong komen met die bal op de paal van Kofi, ja, dan is het een heel andere wedstrijd. En de ploeg die scoorde, die ging heel kort bij de 3 punten zijn. Dat voelt je. We spelen alle twee op dezelfde manier, vanuit een compacte organisatie. En vanaf dat we achterkwamen, was het eigenlijk een beetje onmondig op zoek gaan naar die gelijkmaker. En ja, ik moet toch wel zeggen dat er wat spelers niet op de afspraak waren vandaag. En dat is wel een heel pijnlijke vaststelling. Enorm frustrerend, hè? Met het oog op volgende week vrijdag. Dat moest een kans worden om te klimmen in het klassement. En vandaag laten we het een beetje collectief afweten. Met nu de 3 punten te verspelen, gaat je de eindronde niet verspelen. Dat moet je wel voor ogen houden. We blijven op 5 punten van Waasland, die op de 4e plaats staan. We spelen daar vrijdag tegen. Natuurlijk wordt die wedstrijd nog een stuk belangrijker. Nu moeten we er absoluut vol tegenaan gaan. Want als we het nu laten afweten tegen Beveren ook, dan denk ik dat we een kruis mogen maken over eventuele eindronde plannen.